Het stakingsrecht is voor werknemers, dat hoef ik niet uit te leggen, een heel belangrijk, zeg maar, gerust een cruciaal recht. Internationaal wordt het beschermd door het meest fundamentele verdrag van de ILO, verdrag 87. In dat verdrag staat dat vakbonden hun eigen middelen mogen kiezen om voor hun leden, de belangen van hun leden op te komen. Alle geledingen van de ILO hebben het verdrag altijd zo geïnterpreteerd dat het stakingsrecht erbij hoorde. Na 1989, toen die tegenstelling communistische landen, westerse landen wegviel, zijn werkgevers wel gaan mopperen over dat stakingsrecht. Dat het er niet in stond. In 2012 stond de woordvoerder van de werkgevers ineens op en die zei dat de werkgevers geen enkel geval wat ging over het stakingsrecht nog wilden bespreken tijdens de ILO-conferentie. Dat betekende dat de gevallen die in de ogen van de vakbeweging het allerergste waren, dat die niet meer op de agenda zouden kunnen komen. Waarom hebben de werkgevers dit gedaan? Waarom hebben ze het zo op de spits gedreven? Het antwoord daarop vonden we in een filmpje op YouTube met de woordvoerder, dus de Britse vertegenwoordiger van de Britse werkgevers, Chris Sider, die actie gevoerd had, waarin hij vertelde: wij Britse werkgevers willen graag dat het stakingsrecht in de UK ingeperkt wordt, dat mensen minder makkelijk kunnen staken. Maar als we dat willen, krijgen we te horen: ja, maar dat mag niet van de ILO. En die zei: ik ga in de werkgeversgroep in de ILO. En mijn doel is om ervoor te zorgen dat het stakingsrecht uit de ILO weggehaald wordt, omdat opdat wij dan op nationaal niveau geen last meer zullen hebben van die ILO. Je moet je voorstellen dat uit Guatemala, Colombia, Zimbabwe, Wit-Rusland vakbondsmensen naar Genève komen, die in hun eigen land, als zij gaan staken, volgens de wetten van dat eigen land in de gevangenis gegooid kunnen worden en worden. Het is erg voor mensen die nationaal geen stakingsrecht hebben dat de internationale bescherming ervan wegvalt. Het is ook erg voor ons. Want ook ons stakingsrecht is gebaseerd op Europese regels die hun wortels vinden weer in wat de ILO daarover zegt. Dus er is een soort, zeg maar, jurisprudentie opgebouwd waarin de topjuristen van de ILO, de deskundigen, de experts van de ILO, het recht beschermd hebben, maar tegelijkertijd ook gereguleerd hebben. De positie, de autoriteit binnen, maar ook buiten de ILO, van die deskundigen als de instantie die de verdragen mocht interpreteren, daar trokken ze dus het tapijt onder uit. En daarmee het tapijt onder het hele toezichtmechanisme. Wie mag dan zeggen wat klopt en wat niet klopt? Dat waren altijd die experts. En er is in 2015 een overeenkomst gesloten tussen de werkgevers en de werknemers, die het mogelijk maakt dat de procedure doordraait. Het achterliggende probleem, namelijk wie mag eigenlijk de verdragen interpreteren, dat is ook niet opgelost. Je weet dat ieder moment dit verdrag of een ander verdrag aanleiding kan zijn voor eenzelfde conflict of een vergelijkbaar conflict. Toch komt er niet alleen maar slecht nieuws uit de ILO. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet alleen maar pessimistisch ben. Zo heeft de conferentie afgelopen juni een heel mooi, goed, krachtig, helder verdrag tegen geweld en harassment op de werkvloer aangenomen. En dat is dan toch wel weer iets om trots op te zijn.